W imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy, pan Maten, dwie minuty i bardzo bym prosił mówców o ograniczanie swojego czasu do przewidzianej ilości minut. Dank u wel, voorzitter. Dit rapport is inderdaad, zoals al eerder is aangegeven, altijd een gelegenheid om nog eens even goed te kijken, niet alleen naar dat jaarverslag van de Europese Centrale Bank, maar ook waar we als parlement staan in het debat over het monetair beleid. En ik moet u zeggen, mijn fractie volgt dit keer een traditionele lijn, de lijn die we ook in de afgelopen jaren hebben gevolgd op dit punt. In eerste plaats, onze lijn voor wat betreft het monetair beleid is duidelijk. De onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank mag niet aangetast worden. Ik vind dat politieke druk er niet moet zijn en we moeten vermijden dat het monetaire beleid in Europa, in de eurozone, gepolitiseerd wordt. Het vertrouwen in de Europese Centrale Bank moet wat ons betreft bevestigd worden. In september 2005 werd er een inflatiedruk van 2,6% vastgesteld en de Europese Centrale Bank handelde goed door de historisch zeer lage rentevoet op te trekken. Prijsstabiliteit is dé prioriteit van de Europese Centrale Bank en dat moet zo blijven, zoals beschreven in het verdrag. Dat gezegd hebbende is het ook zo dat wij al sinds 6 jaar geleden Chris Yoon op dit punt de rapporteur was. Wij van mening zijn en blijven dat meer transparantie mogelijk is. Ik waardeer overigens de inspanningen van de Europese Centrale Bank op dit punt. En president, dat u hier aanwezig bent in de plenaire zitting, toch weer iets anders, hoewel het dezelfde mensen zijn, maar toch weer iets anders dan wanneer u bij ons in de Economische Monetaire Commissie op bezoek bent, wordt zeer gewaardeerd. En ik denk ook dat het uniek is dat u dat doet. Toch gebeurt veel van de besluitvorming van de Europese Centrale Bank in een voor ons donker kamertje. Nu willen we natuurlijk niet dat het hele Europees Parlement en de BBC bij de vergaderingen van het ECB-bestuur aanwezig zijn, maar we willen wel graag weten welke argumenten er zijn voor of tegen een genomen beslissing en of die beslissing al dan niet unaniem werd genomen, zodat de markt het monetair beleid beter kan inschatten. En tenslotte, voorzitter, vragen we om een hervorming van de benoemingsprocedure van de bestuursleden van de ECB. We vinden dat er moet worden afgestapt van de huidige de facto verdeling van ECB-zetels gebaseerd op de grootte van lidstaten. Dat hoeft niet een groot publiek debat te zijn, maar het kiezen uit meerdere kandidaten lijkt ons echt een beter systeem. Dank u wel.